Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben half opgemaakt, maar Eden werd wakker, dus dan is het tijd om te voeden. Eden mag Niels een knuffeltje lenen. Dat is mooi. Een foto maken van allemaal. Ja, wil je dat? Ze mag allemaal Niels een knuffeltje lenen, hè? En het aapje. En ook mag je ook nog deze. Mevrouw is inmiddels aangekleed, alleen dan wil ze één borst niet. Dus dan moet ik even kijken wat ik daar nou weer mee aan moet. Dat ik daar nou weer mee aan moet, hè? Ja, moeten we daar nou mee? Je mooie handjes. Er zitten altijd plannetjes te beramen, hè? En je vuistjes ook. Ja, zo ja. Er zitten altijd plannetjes te beramen. Wij zitten lekker te eten. Oh, en ik heb nog een snaar, ook een vork en mes vergeten. Ze heeft een VR-ding meegenomen. We zijn nu zo aan het testen. Zie je hem al? Welke andere kant op kijken? Naar boven zie je... Haai. Zie je een haai? Hij bent zo giemelen, hij bent zo giemelen. Hij is zo arm. Ja. Ja, yeah. We hebben ook nog matching truien aan, zie je dat? Ja, yeah. Matching. Nou, we zijn er weer heel wat uurtjes verder, kraamvisite gehad, ik ben naar buiten geweest, dat soort dingen. Ik was dus bij de fysio ook, ik zal het even laten zien. Ik heb een prachtige, dat was de vaatwasser, een prachtige bloem op mijn buik. Als laatste poging om... de boel aan elkaar te krijgen en lukt dat niet, dan wordt het een operatie. Ik moet sowieso aan mijn navel geopereerd worden, maar dat is een vrij kleine ingreep. Dit wordt dan een iets groter verhaal. Maar goed, het lijkt gewoon een noodzakelijke kwaad. En nu ga ik even een theetje op de bank zitten. Prins, ja, maar we hebben dan wel de boef. Daar! Oké. Ik heb mijn web bij me. Dit is Spider-Man. Dit is zo'n pyjamafeestje. Superleuk, vond ik in de dag verblijf. Hier is die. En toevallig is het net zo'n Spider-Man pyjama binnen. Dus dat is goed, goed uit. Ook hebben, mama? Ja, oh ja, dank je. Tjoe, tjoe, tjoe. Nee, hier is het. Zo, wij zitten weer. Ik zie er goed uit. Ik heb een maskertje op. Hier heb ik een peelingmaskertje op. En hier heb ik een maskertje op, wat bij mij altijd goed werkt tegen pukkels. Nou, het was een grote hysterie. Niels vond het fantastisch en een vriendje van hem. Niels had een Spider-Man pyjama aan en een vriendje van hem had een Batman pyjama aan. Dus nou, dat was helemaal geweldig. Helemaal over hysterisch. Maar goed, de kids liggen in bed. We zijn net op de bank geploft. Ach, kijk, er wordt een stukje chocola bezorgd. Een lekker avondje op de bank. Goedemorgen, het is zaterdag en vandaag ga ik weer sporten. Niels gaat vandaag ook sporten. Ik ga stoeien, worstelen, hoe ze dat noemen. En dan gaan we daarna even naar de huizenmarkt. Elke morgen wakker met een nou, Niels heeft vanmorgen gesport. Ik vond het heel leuk. En nu gaan we met de auto even naar... over nieuwe huizen. Nou, je hoort het. Informatiemarkt over nieuwe huizen. Niet helemaal op de plek waar we heel wild van zijn. Maar ja, we willen ons toch gewoon een beetje gaan oriënteren. En nou ja, goed, hè, men moet het ook kunnen betalen allemaal. Dus, joep, we gaan dit eventjes...
probeer met één hand hun portemonnee te tasten. Ik heb trouwens deze trui aan van Colorful Rebel en deze mom jeans, wat daar natuurlijk echt niemand ophaalt, maar wel gezellig is, van Bershka. En nu gaan we vandoor. Het was een chaotisch begin. Goedemorgen, het is zaterdag. Wat had ik al gezegd? Hè? Ik weet het niet meer. Nou, nog weinig activiteit. Ja. Wij zijn even naar een informatiemarkt geweest voor huizen. Het trouwens niet op de rotzooi. Nu ben ik heel erg moe. Zo, sorry. Er waren een beetje veel prikkels voor mij, denk ik. Maar goed, wij zitten even. Ik heb net even geslapen. Als je denkt, wat ziet er vol uit. We gaan zo even een beetje opruimen. En van de week komt het grofvuilspul ophalen. Dus we moeten ook nog even naar de berging. Vanavond viert mijn moeder de verjaardag. En als het hier een beetje smooth loopt, dan ga ik daar nog even heen. Want dat wordt wel gewaardeerd. Maar s'avonds dus gaan zonder de kids. Ga ik dan eventjes. Als ik de moed kan verzamelen. Nee, ik vind het wel heel leuk hoe die mensen zie ik ook maar één keer per jaar. Oh, gaan de billetjes omhoog. Die mensen zie ik ook maar één keer per jaar. Dus dat is ook wel leuk. Of soms twee keer. Afhankelijk van. Maar meestal mijn vader vierde wat minder vaak. Dus goed. Het verhaal even kort. Ja. Kijk. Hij praatte tegen de vogel. Net gingen de billetjes omhoog. Ja, ga er maar voor. Oh, nu wordt het frustratie. Wil je terugrollen? Ik ben Energy Balls aan het maken. Ik doe naar een recept van Delicious Ella. Het is echt super simpel en lekker. Niet veel belangrijk. Ik heb net 100 gram amandelen door de mixer gehaald. Ze adviseert om dat eerst te doen en dan pas de rest. Dan heb ik 200 gram, hoe heet die dingen? Mejoedel dadels. Ja, maar speciale dadels. Ja, ik snap wat dat dadels zijn. Mejoel dadels. Zo, dan gooi ik erbij. Dat heb ik even in stukjes gedaan zonder de pit uiteraard. Dan 1 eetlepel kokosolie. En de vorige keer heb ik daarvan uiteindelijk wat extra gedaan. Want ja, ze hadden natuurlijk van die vochtige of van die zeg maar gesmolten kokosolie. Maar bij mij is het hard, want het is hier natuurlijk niet warm. Dus dan is dat een beetje lastiger. En uiteindelijk heb ik dus wat extra bijgedaan omdat ik ze nog niet sticky genoeg vond. Maar goed, dat zien we zo wel. En dan 2 eetlepels amandelboter. Ik heb die van Bio Today. En dan is de kwestie van allemaal blenden en klaar. En het is echt serieus lekker. Het smaakt niet naar heel gezond. Nou, trouwens niet helemaal, want er moet ook nog gouden cacao-boter in. Zo, of rauwe cacao in. Waar is dat? Rauw cacaopoeder moet er ook nog in. 2 eetlepels. En dan smaakt het niet ook nog naar chocola natuurlijk. Dat is Elin. En dan heb je dit. En nou ja, je merkt vanzelf als ze goed zijn als je met schone handen. Dan pak je gewoon een beetje in je hand. En dan kneed. Als je het gewoon makkelijk tot een balletje kan rollen, is het goed. Is het nog een beetje te los, zeg maar. Dan moet er nog een beetje extra kokosolie bij, is mijn ervaring. En dan ziet het er zo uit. En je kan ze ook nog in de kokos rollen. Maar vorige keer heb ik dat niet gedaan. Dat vond ik het eigenlijk wel heel lekker. Je kan ze natuurlijk ook wat groter maken, wat kleiner, wat jij fijn vindt. Maar ik vind het echt een hele lekkere, redelijk verantwoorde snack voor tussendoor. Deze zijn niet blij. Die zit zichzelf een beetje in de weg vandaag.
bek af. Ja, maar ze gaat niet slapen direct na het eten, want ze moet... Ja, ze zit iemand... Het is zo moe. En dan ja, maar ja. Ze, die slaapzak in de kust te kruisen. Ja, maar dit is... Want ze moet altijd eerst even de eten laten zakken, anders krijg je niet meer goed. Misschien gaat ze slapen. Maar meestal moet ze gewoon echt nog even de eten laten zakken. Ja, meestal hebben we dat ook gedaan, dan kun je ook niet slapen. We hebben weer allemaal geslapen vandaag. Ja, maar ik ga zo met haar naar buiten. En dan is dit het eindresultaat. Het ziet er misschien uit als we rollen, maar het is echt heel lekker. En heel simpel en snel. Niet heel belangrijk. Ik neem nu een kleintje. Je kunt er ook nog een snufje zout in doen trouwens. Nou, oh, een beetje scheef. Het is 7:45. Ik was nog een beetje aan het zingen. Maar het is bedtijd. En één ligt ook op bed. Die had wel een beetje een onrustige dag vandaag. Moet ik eerlijk bekennen. Oh, oh, licht. Ik ga me zo omkleden. Want ik ga even naar mijn moeders verjaardag toe. Ik ben wel een beetje gaar. Maar ik denk wel dat het heel erg gewaardeerd wordt als ik even kom. Ik denk dat ze het ook heel goed snapt als ik niet kom. Maar ik ga het toch eventjes. Bij die woningmarkt was nogal veel snoepgoed. Dat ze haalt een chocolaatje op en een koekje, geloof ik. Misschien zelfs wel twee koekjes, dat weet ik niet zeker. Want ik heb niet alles gezien. Want ik was op een gegeven moment even met Elen op een rustiger plekje gaan zitten. Maar toen was op een gegeven moment ook nog een zakje snoep. Zo'n klein Haribo zakje. Nou goed, die had hij al machtig, dus heb ik nog... In ieder geval gezegd, nou dat vind ik goed, maar alleen als je goed hebt geslapen en dan mag je het na je slaapje. Dus dat heeft hij pas na het slaapje gehad, maar je merkt dan wel wat suiker doet met een kind. En dat was dan nog zo van met 30% minder suiker, geloof ik, of zo weet ik veel meer. Dus we zijn net even lekker naar buiten geweest en toen was gelukkig een vriendinnetje van het kinderdagverblijf was er. Dus die heeft zich kostelijk vermaakt, hij trok er zeer als vanuit, zo warm kreeg hij ervan. En toen hebben we nog even de berging wat opgeruimd, of tenminste... Grof vuil laten we komen, dus ik moest even uitzoeken wat er allemaal heen kon. En eigenlijk even met één in gespeeld. Maar die zat zichzelf wel een beetje in de weg vandaag. Dus ja, ik hoop het ook omkleden. Ik ga een jurkje aandoen, wat jullie een tijdje geleden in de shoplog zagen, volgens mij. Een rood panterjurkje. Klinkt heel twijfelachtig, maar helemaal niet jongen. Ja, ik denk niet dat ik de camera mee ga nemen, want dat wordt heel ongemakkelijk. Bij allemaal mensen boven de 60. ik denk dat jullie gewoon lekker morgen weer zien. En we weten niet zo goed wat we gaan doen. In ieder geval voor Elin weinig. Gewoon echt even weinig prikkels. Nou, even kijken. Dit is het jurkje van Sarah. Schoenen zomaar van haar. Sessa, het is een beetje donker hier, maar. Dus ik ga naar rond. Sven vindt het mooi. Het is jammer dat hij, vindt het jammer dat hij niet mee mag. Ja, schat, helaas. Ja, jij mag lekker in je huis pakken op de bank. Yeah. Doei. Goedemorgen, het is zondag. Als je denkt, dan hoor ik dat ze eieren die koken. Ik ben even de boel aan het klaarmaken, want we gaan zo even naar het bos. Ik doe mijn bananenbroodje mee voor Niels en voor mij. En ik pak alles even in Elin's rugzakje. Dit is haar fantastisch rugzakje. gekookt water. Koud water gewoon voor ons. In haar fles heb ik water zitten. Water voor Niels. Poeiert. Nou, dan kunnen we gaan. Dus nog even wachten tot Elin wakker wordt en zich nog even aantrekken, ook dat. Ja, dan gaan we even naar het bos. Wij zijn in het bos, tenminste we lopen er nu heen. Tante Beppie in de wagen.
gaan we even een frisse neus halen. We dachten ook, wat is nou een rustige activiteit? Want ze was een beetje hysterisch gisteren. Wat is nou een rustige activiteit? Maar dat Niels wel even lekker naar buiten kwam. Het bos. Ik heb een sjaal om, dat is helemaal niet nodig. Het is hartstikke lekker weer. Dus dan gaan we eindigen met een lekker warm chocomel. Ja! Oh, kijk uit! Oké! Okay. Eden heeft trouwens een nieuwe jas aan van Next. Het is dat ik haar pretty face niet in beeld wil brengen, maar ze heeft ook nog oortjes, echt mega cute. Heerlijk in het bos. Ik hoor een leeuw. Hoor je een leeuw? Okay. Nee, ik hoor geen leeuw. Dat was dichterboom. Oh. En we hebben zijn fietsje meegenomen. Want dat leek ons wel handig, want vorige keer vond hij het verlopen. Hij is nu echt een stuk ouder geworden, dus ik denk dat hij dat ook prima zou doen. Maar ik dacht, weet je, we hadden het zo makkelijk maken. Zie je geen beestjes? Ja, goed kijken, want ze zijn heel goed verstopt. We zijn bij Almedes weer. Moet je nou zo gek op je fiets zitten? Hij wilde zijn zadel niet hoger, terwijl hij natuurlijk eigenlijk omhoog moet. En hij wilde ook geen jas aan, trouwens, hij zit onderin. Moet nog iemand denken dat het kind verwaarloosd, daar wil ik niet. Ja, het is, hij is warmbloedig. Maar ik wil er veel het fluffy bondje aan. Hey. Wij hebben warme chocomel met slagroom. Correctie hadden. Ja, maar dat is echt niet natuurlijk. Wat? Hele maaltijd, hè? Ja. Ik vergeet steeds te filmen, maar dat is ook niet zoveel spannend. We zijn... Ja, we hebben thuis geluncht. Toen zijn de kids gaan slapen. En toen ben ik daarna nog even met Eden. Nee, waarom ben ik zo? Ik ben lek. Walk even. Toen zijn Niels even gaan voetballen. Ik ben even met Eden naar de winkel geweest om eens even hoestdrank voor de kids hebben, want die hoesten zichzelf helemaal ellende. En ik gebruik dan deze, de Tussie Kind van de VSM. Liever niet, maar als ze er echt in blijven, dan... En Niels wil het eigenlijk nooit, maar gisteren mocht ik het zelf, of eergisteren, maar toen was het ineens op. Ik heb een nieuwe Insta Flawless gekocht, want die was op. Ik hoop dat ik de goede kleur heb gedaan. Light medium. Ja, ik had al light medium, die is op. En ik heb voor ons voor vanavond allebei een simpel de-stress sheet mask. Dus mijn tas heb ik aan het opruimen en dan hang ik alles onder en dan ga ik het allemaal op de juiste plek leggen. Dit is nog niet opgeruimd, hè? Nee. Het is echt een ongewoon proces met kinderen opruimen. Ik weet hoe andere mensen het ervaren, maar ik heb voor die hele dag aan het opruimen. Dus Eden heeft net eventjes een fles van 200 achterover gemikt met L, mijn speenmaatje L. Dat is echt, dan is hem echt zo op. En soms namelijk als we doen nu vaak beginnen met de L en als ze dan... moe wordt en we gaan er verschonen, zeg maar, dan door met de M. Maar vaak als ze namelijk beginnen met de M, dan duurt het er te lang, zeg maar, en dan drinkt ze niet leeg. En dit werkt eigenlijk erom, maar nu downen ze in één keer 200 op thee. Dus dat is heel fijn. Dus drinken gaat beter. Ja, ik ga even met opruimen. Dan kunnen we gaan zitten en eten. Lekker. Leg er nog één keer uit, Niels. Wie is nou wie? Oké, deze heet Cruz Ramirez. Deze heet Mac, denk ik of zo. Deze heet volgens mij Blaze of zo. En dit is Lightning McQueen. Nee, ja. Nee, welke is dan wel Lightning McQueen? Ik denk deze. Hoe heet die? Deze die moet vallen, denk ik. En hoe heet die? Deze maakt het Queen. Oké, en deze heet? Cars auto. Toch? Ja. Nou, of Lightning McQueen. Nee, of niet Magic Queen. Of deze. Ja, die heet Cruz Ramirez. Dat heb ik je net al 80 keer uitgelegd. Maar zo kan die ook zijn. Hij kan ook anders heten, ja.
Maar dat, deze kan ook anders heten, toch? Ja. Die kan eigenlijk ook Lightning McQueen heten. Maar deze ook. Die kan ook Lightning McQueen heten, maar die heet echt Lightning McQueen. Maar deze, hè? Ja. Hoe heet die rode dan? Nee. Die papa aanwijst. Hoe heet die? Kaarsauto. Kaarsauto, papa. Goedemorgen, het is maandag en ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd. Is ook weinig spannend gebeurd. Net was ik buiten met Niels en die ging echt head first bij een bergje. Op zijn hoofd viel hij. Dus hij heeft helemaal hier zo alle schaven, hier een hele grote bult. Nou, ik denk dat het echt heel erg blauw wordt allemaal. Oh man, het kost me 10 jaar van mijn leven dat soort dingen. Gelukkig, hij huilde echt heel hard. Maar gelukkig had ik wel het idee dat het oké ging. En gelukkig zei hij daarna ook zelf dat hij niet heel veel pijn had. Ik ben wel naar huis teruggegaan en heb het schoongemaakt. Want ik dacht, ja, weet je, je weet nog niet al dat vuil van de straat. Maar nou, het was hier eerst ook heel verdrietig over. Ik doe het gewoon met water. Want dat heb ik bij de EHBO geleerd. Dat je niet van dat sterilon en zo moet doen, maar gewoon stromend water. Nou, dat was een beetje lastig. Aangezien het midden op zijn hoofd zat. Maar ik heb gewoon met een washandje zo langs gedropen. Maar het was niet heel diep, maar het was ja, gewoon oppervlakkig. Maar ik denk echt dat het heel blauw had worden. Maar goed, vallen stoten gel erop. Tenminste, op niet de stukken waar natuurlijk het open was. Maar alleen op die enorme bult. Ach, man. Kost me 10 van mijn leven. Dat was een lekker begin van de week. Deze week verder gewoon rustig aan. Ik weet niet of ik het had gezegd, maar ik ben dus nog niet aan het werk. Wat eigenlijk wel de bedoeling was, maar ik ben nu ziek gemeld. Ja, ik was eigenlijk van plan ouderschapsverlof op te nemen. Omdat ik gewoon merkte dat ik gewoon echt zo lang onder hoogspanning heb gestaan. Met dat hele vele huilen en dat ik gewoon heel veel stress in mijn lijf voel, zeg maar. En dat ik natuurlijk ook gewoon nog een beetje van haar wilde gaan genieten. Juist nu ze wat vrolijker is. En dat wilde ik met ouderschapsverlof doen, maar mijn fantastische leidinggevende zeiden van joh, volgens mij moet jij gewoon even rust nemen en je ziek melden. En ouderschapsverlof is niet bedoeld daarvoor. Daar heb je andere dingen voor. Dus, en achteraf, ik merkte toen ze het zei, was het echt alsof er kilo's van mijn schouders vielen. Ik dacht echt, ach. En ik merk gewoon dat als ik lang op drukke plekken ben, en dat soort dingen, dat is gewoon echt, dat ik ben gewoon zo. En ik merk ook dat ik vrij snel nog uit mijn slof schiet, terwijl dat dus ben ik helemaal niet. Ik ben echt normaal heel calm en collected en ik ben helemaal niet snel van de wijs te brengen, zeg maar. Dus ja, ik was een beetje aan het denken van nou, hè, wanneer is dan een goed moment? Maar na dit weekend denk ik weer, oké, ik ben er echt nog zo niet aan toe. Dus ik ben thuis, wat heel gek voelt, maar ook heel fijn, want ik denk echt dat het een hele goede was voor mijn leidinggevende. En ze zei ook, weet je moet ook nog even kunnen genieten van je kind. En ik heb het gevoel dat ik nu langzaam begin te genieten van Elen, maar dat ik zelf nog wel steeds die stress in mijn lijf voel. Ik kan echt enorm genieten van de momenten met haar, maar ik ben gewoon nog steeds gewoon best wel on edge. Dan zegt Sven ook chill, weet je wel, chill. Maar dat is heel makkelijk gezegd, maar als het in je lijf zit. Dus op de dagen dat zij naar de opvang gaan, probeer ik ook echt vooral in en om huis te zijn. En gewoon een beetje te lummelen tussen aanhalingstekens. Ik ben daar niet zo goed in. Maar er zijn natuurlijk ook dagen dat zij wel thuis zijn, dat mijn ouders normaal gesproken oppassen. Nou, die passen gelukkig nog steeds dan op. Maar dan doe ik natuurlijk wel heel veel met Elin. Maar dan heb ik in ieder geval wel een soort, als ik te gestrest raak, zeg maar, heb ik wel een fallback scenario. Maar ja, het is, ik merk dat het een hele goede keuze was. En dat. Genoeg gekletst. In ieder geval merk ik dat ik het echt nodig heb en dat ik heel blij ben dat iemand anders die keuze voor mij heeft gemaakt. Want ik had het zelf dat ik dat nooit gedaan. Maar ik merk dat het echt heel verstandig is. Want ja, anders lig ik er misschien binnen nu en heel snel te kunnen uitgelegen. Maar ik ben super blij dat het beter gaat met Elin. En nou, ze heeft echt nog wel hele slechte dagen.
En vooral Sven vindt dat ook heel zwaar. Omdat, ja, die heeft dan het gevoel dat het aan het weekend ligt. Maar ik denk, ja, dat is niet. Maar ze heeft gewoon ja, toevallig vaak in het weekend die dagen. Maar ja, misschien is het dan ook, ja, dat ze dan moe is van de hele week. Of ik weet het niet. Maar het is over het algemeen echt een mega poepie. Dus, en Niels ook. Ach, die deed zo stoer net. Hè, dat soort dingen. Nou, ik ga even het huis aan kant maken. Dat ook gebeuren voor de afwisseling. Hoe doen mensen dit? Hoe ben heel benieuwd naar hoe is jullie huis ook elk uur weer ontploft? Als je kinderen hebt. Ik snap dat niet. Wat gebeurt er? Ja, nou ja, goed. Let me know. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. En volgens mij weer woensdag bij een extra video. Dankjewel. Doeg!